Klaar. Zojuist wierp Casper Hattink zijn discus naar 58,56 meter. Dat betekent dat hij na 3 pogingen aan de leiding gaat. Helaas, zijn thuisfavoriet Erik Kadé moet met 3 ongeldige worpen, mag hij niet verder werken omdat er helaas 9 deelnemers zijn. Op de tweede plaats momenteel Shaquille Emanuelsen met een geweldige limiet van 53,32 meter. En Shaquille Bleek een 49,40 meter op de derde plaats. In deze serie RPC-atleet Gert-Jan Schep in baan 3 voor Rotterdam Atletiek. Aan de leiding gaat de man in baan 4, Timon Hoeven. Hoeven van Unitas gaat hij hier de winst pakken voor Jamie Sheridan. Hij pakt inderdaad de winst in een officieuze 51,91 meter.